Dag lieve Scorpioen, welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. De Scorpioen, allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. Als je nieuw bent op mijn kanaal wil ik je heel graag verwijzen naar de introductievideo en die kun je vinden onderaan deze video. In de beschrijvingsbox. Daarin leg ik je uit wat je van dit soort readingen kunt verwachten. Wat ik voor jou zou kunnen betekenen. En hoe ik zo ertoe gekomen ben om de tarot te gebruiken binnen mijn coachingspraktijk. Oké, de kaart die nu valt wordt leidraad voor deze reading. En het is een algemene reading. Ik kan niet voor iedere schorpioen een boodschap bevatten. Innerlijk kind. Belangrijk van deze schorpioen dat het innerlijk kind aandacht krijgt. Nou, dan ben je bij mij op het goede adres. De situatie waar het dwars ligt, waar het bewustzijn zicht op heeft, onbewust is, recente verleden, advieskaart naar bij je toekomst. Jij, invloed van anderen, hoop en vrees. En de conclusie. En emotionele volwassenheid. Als we als kind pijn oplopen en we dat niet goed verwerken, dan stagneert er ook iets ten aanzien van emotioneel volwassen worden. Ja, dus dat komt eigenlijk heel mooi daarbij. En kun je in sommige situaties eigenlijk echt als een kind reageren? Het kind slaat dan eigenlijk aan. De schorpioen. Oké. Twee tegelijk. Straks voel dat er één weg moet, dan doe ik hem weg. Oké. Wijze ziel. Patronen worden herhaald. Midden in het transformatieproces. De rebel ligt nog dwars. Dus dat wil zeggen dat je nog niet helemaal jouw eigen innerlijke waarheid durft te leven. Ook het nieuwe avontuur aangaan, het onbekende in, vind je nog eng, ligt in het onbewuste. Maar jouw innerlijke stem wordt wel steeds meer helder. Je steeds meer van die downloads die jou willen, van intuïtieve ingevingen. Als je daar naar luistert, dan leiden die jou. Invloed van anderen. Je laat je nog wel wat door invloed van anderen beheersen. Dat anderen jou kunnen beheersen, zeg maar. Maar door invloed van anderen, en dat is waarschijnlijk al dus in jouw kindertijd ontstaan, wil je het liefst zelf ook je leven wat beheersen. Met andere woorden, je wil het wat onder controle houden. Dat komt dus door oude invloed. En nogmaals, daar hoort van ook bij dat anderen
jou willen beheersen. Dat ook het voor jou graag zouden willen bepalen. En anders kwaad worden als je een andere koers zou varen. Maar jij, schorpioen, jij bent een oude ziel. En waarschijnlijk binnen je familie zijn daar... kijk, mensen die een ander willen beheersen, dat zijn vaak jongere zielen. Ja, die hebben een bezitsdrang en die hebben dan die ja, innerlijke stem hebben ze geen connectie mee. Maar die wijze zielen wel. Dat houdt gewoon in dat je al heel wat levens hebt geleefd. Dat je in dit leven de rebel zou kunnen worden. Maar dat ligt nog dwars. De rebel is iemand die echt vastberaden is om naar zijn innerlijke waarheid te leven. Het oordeel van het massabewustzijn doorbroken heeft. En die dat vuur in zich heeft. Zelf ook een open kanaal is voor de goddelijke energie. Nogmaals vastbesloten is naar zijn eigen waarheid te leven. Nou, in dat proces zit jij nu, schorpioen. In een transformatieproces. Je weet dat je patronen herhaalt. Dat ligt op je bewustzijn. En om dat te kunnen doorbreken, moet je dus ook dit doorbreken. Dat anderen jou nog kunnen beheersen. Dat is ook een patroon wat je herhaalt. Dat je waarschijnlijk toch nog anderen te zeer tegemoet komt. Ja, dat kan zijn dat je geen conflicten wil, dat je die uit de weg gaat. Dat is vaak als die rebel dwars ligt. Ergens voel je die innerlijke waarheid en je wil er naar leven, maar daar zit toch angst op. Dus, en deze zegt ook van, het wordt tijd om steeds kleine zelfoverwinningen te behalen. Dat is deze succeskaart. Dat je iedere keer zoiets hebt van, ja, je zit op die tijger en ze zeggen, oh yes, ah, ik heb het gedaan. Iets waar je tegenaan zit te hikken, maar wat je dan toch durft. Hè? Nou, en dat is natuurlijk ook controle dan loslaten. Het oude moet losgelaten worden. Hier ligt een druppel, die staat op het punt om van het blad af te vallen. En dan gaat hij natuurlijk een onbekende weg in. Je leven niet meer te willen beheersen en alles onder controle te willen houden. Meer los te laten, meer in overgave te zijn. Maar ook anderen jouw leven niet te laten beheersen. Dat is ook het onbekende, want je hebt je als kind aangeleerd om dat wel te doen. Hè? Maar dan kom je steeds verder van jezelf verwijderd. En je innerlijke stem wordt steeds luider. Die jou wil waarschuwen van, joh, je leeft niet je eigen leven. Je leeft het leven eigenlijk wat een ander voor jou bepaalt. Kijk, en dan krijg je ook veel meer harmonie in jezelf als jij... Ja, het erende pad voor jezelf gaat volgen. Dat is het. En niet het leven van een ander gaat. Omdat een ander denkt het voor jou te weten. Invloed van anderen. Ja. Dus het kan wel zo zijn dat je heel lang het gevoel hebt gehad. Dat je ook echt helemaal van je ware zelf verwijderd was. En dan weet je zelf eigenlijk helemaal niet meer wie je bent. Kijk, new beginnings. Ligt op de kop. Komt, dat stel je nog uit. Omdat dit nog ligt nog dwars. En dat is eigenlijk nog innerlijk kindwerk. Kijk, je onschuld is ook aangetast door. Kijk, mensen die iets af willen dwingen. En als dat al in je jeugd gebeurt. En ook tijdens het opgroeien. Dan, en ook misschien nog wel relaties. Dat doet iets met je. En dat gaat... Dat ga je zelf dan ook compenseren door het leven te willen beheersen. Om de controle te willen houden. Je anders voor te doen dan je bent. Deze zegt ook, beheers je emoties niet. Hè? Want dat leer je ook vaak door anderen. Om je emoties te beheersen. Maar als iets funest is, is om emoties te onderdrukken. Hè? En daarmee wil ik niet zeggen dat je nou lukraak maar bij iedereen je emoties moet dumpen. Nee, maar wel... Thuis, in terugtrekking, bij jezelf, de pijn van dat innerlijk kind, boosheid ook, maar ook verdriet,
En dat kind geeft, de support geeft, wat bij die emotie hoort. En daar kan ik je bij helpen. Maar ja, dat zie ik. Surrender to setting limits. Je eigen grenzen heel duidelijk gaan stellen. Ook bij deze mensen die jou willen beheersen. Durf er maar iets meer die rebel te zijn. En te zeggen nee. En misschien, kijk, omdat je een wijze ziel bent, ben je misschien ook wel heel erg druk om anderen te willen helpen. En te willen fixen. Laat dat ook maar gaan. Want het is toch wel belangrijk dat je dit eerst bij jezelf gaat fixen. En dat je niet zozeer de ander wil fixen. Want ja, laat het idee maar los dat het überhaupt kan. Jezelf nu redden uit een bepaalde bepaald oud patroon. Dus relaxing break. Ga eens wat vaker de natuur in. En luister heel goed naar de wijsheid van je lichaam. Je lichaam geeft je signalen. Je lichaam, ook jouw body geeft, is een soort van innerlijke stem. Het geeft allemaal signalen af hoe het met jezelf zit. Ben je in harmonie of niet? Ja, je zult het voelen. Als jij meer gaat voelen, niet je emoties beheerst. Want dan blok je het voelen. Dus ja, dat eigenlijk, lieve schorpioen. Ik kan je daarmee helpen. Om je te leren veel meer aandacht te besteden aan dat innerlijke kind. Aan je emoties. Jezelf daarin uit te dagen. Dat is niet makkelijk. Want ja, je moet uit je comfortzone. Maar wel noodzakelijk om een oud patroon te doorbreken. En om ook een nieuwe avontuur in het leven weer aan te kunnen. He, want dat ligt wel duidelijk bij jou onbewust. Maar ook een nieuw begin op de kop. Dus dat stagneert allemaal. Dat was het. Dankjewel voor het kijken. Het is een hele korte deze, maar dat maakt niet uit. De boodschap is helder. En dat is de bedoeling. En als je voelt dat ik jou zou kunnen helpen, dan ben je welkom. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En dan kun je een afspraak met mij maken. Sowieso een hele fijne, goed nieuwjaar. Heel veel liefst. Bye bye. Tot volgende maand.